die zit parmantig bij me te wachten. De andere staat van de deur, voor de deur. Die zeggen allebei van vrouwtjes, kiet nou. Of Nina. Ja, waar houden we van elkaar? Hey, hallo, een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer middag, ja. En we leven vandaag op woensdag 5 mei alweer. Bevrijdingsdag. Dus ja, normaal had je feesten, was er van alles te doen. Maar er is weer niks te doen, uiteraard. Dus ja, waar moet je naartoe? Dan denk ik altijd even een blokje om met mijn waffies. Ook zou ik vandaag bezoek gekregen hebben van mijn begeleidster Karin met een K. En ja, die had afgeappt, die komt morgenmiddag rond een uur of twee. Dus ja, ook goed. En het komt mij wel zo goed uit. Ja. Want ik had vannacht niet geslapen. Ik lag wel op bed hoor, ik wou wel slapen, maar ik kon niet slapen. Om de herrie. Wat voor herrie denk je dan? Nou ja, je zit op een hoekhuis. Het harde wind, 1 en 1 is normaal ito in mijn geval 2, maar in andere mensen gevallen is het 11. Ja, die kunnen niet rekenen. Maar in ieder geval, de dakpannen die kletterden en dat ging er ergens om en dat gebeurde er. En ik hoorde nog ergens een raam sneuvelen. Nou ja, hallo, het kan de wind geweest zijn dat... die een openslaande raam had gevonden en dat die hem kapot heeft gemaakt. Maar het kan ook ergens somewhere ruzie geweest zijn. Dat vind ik ook allemaal niet. Ik ga daar er niet vooruit. Nee, dat is bekijken. Maar wel weet ik dat er in een andere week weer een auto is uitgebrand. Ja, het houdt niet op. Mensen, lief toch. Hou je handen thuis. Blijf van andermans spullen af. Ook alleen nog een hekel aan diegene. Ik heb ook een hekel nu aan iemand, ook met een auto. Ik ga hem niet in brand steken of weet ik voor wat. Nee, ik ga geen eigen rechter spelen. En ik heb gisteren de wijkagent geappt. Blijk, meneer heeft vakantie. En er zijn er wel meer wijkagenten. Maar ik heb tot op heden nog niks gehoord van een andere wijkagent. Dus ik wacht deze week gewoon op en ik praat gewoon met mijn eigen maatje. En dan komt hij deze kant op, heeft hij beloofd. Dus ja, komt goed. En ik heb een kentekennummer, dus komt allemaal goed. En ik heb nog wat gehoord. De gracht waar ik loop is maar een 30 kilometer zone. Nou, hij rijdt geen 30 kilometer. Nee. Dat redt hij niet. En hij is daar niet de enigste in. Nee, er zijn zoveel meer automobilisten die harder rijden dan 30 kilometer, wat toegestaan is. Dus je mag daar niet eens niet harder. Maar het wordt wel gedaan. Maar oké, ik heb hier twee lustige dames. Eentje zit parmantig bij me te wachten. De andere staat van de deur, voor de deur. Die zeggen allebei van vrouwtjes, kijk nou, we willen er maar weer een keer er even uit. Nou, dat gaan we dus lekker even doen. Mijn rollator staat daar achter mij ook al klaar. Dus we gaan gewoon lekker even wandelen. Ik heb mijn haar weer een beetje gefatsoeneerd, omdat ze aan alle kanten op, behalve de groeien. Dus dat is nou nat en stijf. En ja, dat moet eerst droog wezen. Voordat ik daar weer een kam doorheen haal en dan zit het beter dan nu. En ik ga weer door de wind, dus ja. Ik moet toch sowieso even een kam er doorheen halen als ik weer thuis kom. Ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het waait, het stormt hier nog steeds. Het zou de andere kant op draaien, maar het zou blijven stormen. En de zon die schijnt, dus ja, wat willen we nog meer? Tegen kleeën kan je altijd, dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed, dan komt alles wel weer goed. Doei! Zo, lieve vrienden, dat ben ik weer. Ja, de honden uitgelaten, flink blokje om geweest. Gewoon, ja, doe ik wel vaker dat flinke blokje. Dat is gewoon om de gracht heen, laat me zeggen. De ene brug over de andere brug terug.
Ik heb boodschap gedaan. Maar van Corrie, ja, niet veel boodschappen hoor. Nee, een klein beetje maar. Maar van Corrie kreeg ik altijd, hoe lief ze ook was, is, moet ik zeggen, dit. Davitamon Activit 50+. Met extra de D3 tabletten. Maar ik heb het nou zelf gehaald. Ja. En ik had er hier nog eentje in over. Ja, en die gaat gewoon in het andere potje erbij. Ja, waarom die één in dat potje laten? Dat vind ik een beetje zonde. Dus. En dat nemen we vanavond dan weer. Als ik mijn medicijnen inneem, neem ik dat gewoon in. Nou, en deze kan gewoon daarbij. Huppata. En dan afval. Hup. In dat potje. Ik heb nog meer afval, want ik heb ook mijn nummerplaatje afgeranderd. Ja, dat moet ieder jaar, dus ja. Ga door, dat heb ik ook eventjes al gedaan voordat ik boodschappen ging doen. Dus ja, daar hoef ik ook niet meer over in te zetten. Van ook dat moet ik nog doen. Nee, het is klaar. Dus ik kan nou gewoon iedere keer mijn boete pakken zonder te denken van, oh ja, het mag niet. Dus, nou, deze gaat lekker op een plekje weer daar. En dit kan weg. En dan ga ik lekker een bakje koffie maken. Ja, en Bounty erbij. En lekker die lekker aan het eten, hè? Mijn lapie. Ja, mijn lapie, hè? Is je smullapie, hè? Zo lekker aan het smullen. Oh, godje. Hé? Is je zo lekker in het smullen, dan? Hé? Is je zo lekker in het smullen, kind? Hé, hey. Oh, wat is zo'n smullen? En ze zijn lief geweest. Het enige wat ik in de winkel heb gehoord, dat was de klok die sloeg. Maar mijn hondjes, nee hoor, zo stil als een muis. Ja, niks gehoord nou. Hoe geweldig is dat? Ja, toch? Lekker ding. Mijn grote meid. Ja, kusje. Ja. Ga ik wat koffie maken? Ja. Mag dat? Ja, hè. Dus ja, lieve vrienden, dat dus. Ik ga lekker een bakje koffie maken en dat geeft een hoop herrie. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Die waterkoker. Ik heb ook wel eens gezegd, stofzuigers, die kunnen ook zo'n herrie maken. Kennen ze dat niet verzinnen, waar, dat er geen herrie uitkomt? Mijn hemel, en vooral als je hoofdpijn hebt, of je bent een migrainepatiënt, dat ben ik zelf ook, maar ik praat nou ook voor de andere mensen die iets mankeren, die geen herrie om hun hoofd heen kunnen hebben. Nou ja, verzin daar eens wat voor, beste mensen. Ja, verzin iets dat geen herrie maakt en toch het goed doet. Ja, dat echt alles vuil opruimt met stofzuigen. Maar het is allemaal zo'n herrie, is niet nodig. Moet toch geruisloos? Ik bedoel, die achterlijke auto's die hoor je ook niet meer aankomen die elektrisch rijden. Nou ja, dat vind ik vervelend, dat is op de weg, je hoort ze niet. Ja, wanneer ze vlak achter je staan en dan krijg je ik weet niet wat. Hé, ja nou? Ja, potverdikkie, hè? Ja, hé, je potverdikkie, hè? Of niet dan? Is het potverdikkie? Is het potverdikkie? Ja, hè? Is het potverdikkie, hè? Potverdikkie. Nee? Geen ding lief. Moeten jullie wat lekkers? Nou, kom maar zo aan. Ga maar die kant op. Ja.
En nog geen koekjes voor jullie gehaald, tussendoor. Het is iedere keer dat duurde spul wat jullie krijgen. Ja, dat moet ophouden. Ja, een koekje kan ook wel eens. En dat kopje van Elwing. Hé, een koekje moet toch ook eens een keer kunnen, of niet? Ik weet het wel. Dat zijn kippenpootjes, lieve vrienden. Nee. Met die. Met deze. En jij dan? Moet jij die? Ja, hè? Ja, hè? Die, hè? Nou, hebben jullie dan even geduld? Ik ga eerst even koffie doen. Ja, toch? Zo, dan een pakje koffie. Nou, zullen we er even twee uithalen? Ja, ja, maar niet nu. Even wachten, ik leg ze toch eerst daar neer. En dan gaat deze eerst weer dicht. Ja. Dankzij de apotheek, als je dan wat krijgt van de apotheek, zet ze in plastic zakken met van die ritsjes erin. Dan kan je het weer dicht doen. Nou ja, en dan gooi je het allemaal over. Want die andere zakken waar je het in koopt, die kunnen niet hergesluit worden. Dus die zijn niet sluitbaar. En dit wel. Nou, ideaal. Zo. Nou. Ik ga even mijn koffie lekker wegbrengen in de camera. Lekker pur. Kom maar. Nee, dat laat ik nog leggen. Ja, eerst mijn koffie wegbrengen. Vrouwtje gaat het zo halen. Eerst de camera zo neerzetten, dat onze vrienden het allemaal kunnen zien. Ja, echt waar. Ik denk naar de grond toe, maar dat zullen we straks wel bekijken. Even gaan doen. Ah, vind je het klaar? Eén kippenpoten, twee kippenpoten. Ja, ik zal het eerst even goed laten zien aan onze vrienden. Ja, mag dat? Kijk, een kippenpootje. Gewoon een kippenpootje. Hoe ze die bewerkt hebben, weet ik niet. I don't know. Nou. Nee, zitten. Jij bent niet de sierrijker. Kom hier zitten. Zitten. Ik wil een pootje, één pootje, één pootje en nog een pootje. Rijta, goed zo. Die vliegt dan weg en die vliegt ook weg. Die vliegt de mond in. En die vliegt op de bank. Nou, zo dus. Ideaal, hartstikke leuk. En daar geniet ik weer van. Ja toch, moet toch kunnen? Nou, ik zal mijn Bounty nog even halen en dan ga ik lekker even genieten. En dat moet kunnen. Zeg lieve vrienden, we spreken elkaar later weer. Doei! Ja lieve vrienden, ik heb mijn schort alweer om zoals jullie allicht al zien. Want ik ga even een broodje gebakken ei maken. En niet voor mij alleen. Nee, want ik ben niet alleen. Nee. Zit er eentje naast me in een stoel. Legt er eentje voor me op de grond. En legt er eentje voor me op de bank. Maar die er naast me zit in een stoel. Dat is niemand minder dan onze Mario. Hoi. Ja, nou ja, die eet lekker even een broodje met gebakken ei mee. Dus lekker, lekker. We zijn net met de hondjes uit geweest, allebei mee. Ja, heerlijk. Even een blokje om. De wind is, vond ik, toch wel gaan liggen. Maar nog niet helemaal. Het waait nog wel wat, maar niet zo heftig meer dan het deed. Rijka wil alweer naar buiten, dus kan je daar gaan. Elwing, mag ik er even door? Dank u. Hé, madame? Madame, doei!
Ja, dus die is nog in de buiten. Elwin die wil eten en die heeft eten. Die heeft eten genoeg, meer dan genoeg hebben ze dat in de bak. Ja. En ik ga gewoon zometeen lekker een broodje gebak ei maken voor ons tweeën. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve mensen, lieve vrienden, lieve allemaal. Ja, wie het ook mag zien. Al is het koningin Maxima of koning Willem-Alexander, het maakt me niks uit. Iedereen is bij mij welkom. Toch? Of niet dan? Ja, behalve één persoon. Ja, meerdere personen, dat zootje daar in Den Haag. Dat mag wegblijven. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Doet met een lach. En omhels elkaar, wees lief voor elkaar, gewoon doen, geef elkaar gewoon een knuffel, moet allemaal kunnen. We leven tenslotte in 2021. En dan moet alles mogen en dan moet alles kunnen in plaats van niet doen. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, we houden van elkaar. Ja, we houden van elkaar. Of niet dan? Ja, we houden van elkaar. Lekker puur. Kijk, en dan zie je dat zitteltje gaan en dan is die klaar.